zijn lekker even in een muiden aan het graven. Het is het eerste dingetje. Eerste muntje in het pad. Dus schoonmaken. Ja, marktplaats. Of marktplaats kunnen we ook eens kijken. Hallo! Oh, Brian vindt dit munten waar we niks mee kunnen. Willem centen. Ja, ik denk een leeuwcentje of zo. Ja. Want het staat, aan de ene kant staat echt duidelijk een leeuw. Aan de andere kant is onleesbaar, dus we moeten hem even goed schoonmaken thuis. Ja. Even in de cola leggen deze. Als je hier kijkt, als je goed kijkt, zie je hier de leeuw. In het midden. Zie je dat? Ja. Nou, hij is helemaal verrot van deze grond. Ja, maar ik denk als we hem schoonmaken, hè, dat hij wel goed is hoor. Kijk, want je ziet al het randje mooi lopen hier. Ja. Kom wel goed. Dus gaan we gewoon schoonmaken thuis en dan. Ja. We weten wat het zijn. Ja. We moeten even gezellig terug naar de auto, want de metaaldetector is kapot. Stoek! Hij heeft even een nieuw boutje nodig. Kut plastic. Kijk, Bambi. Lieve hertjes. Die hebben we ook gevonden net in de grond. Die hebben we allemaal naar boven gezet. Het enige wat we nog niet zijn tegengekomen is de makreel, gelukkig. Die komen nog wel tegen, denk ik. Hè? Huh? Ja, ja, ja. Wat heb je gevonden? Fucking verlaat uit. Ja? Fucking mooie sensors. Oh? Heb je niet gezien op de app? Nee, ik heb nog niet gekeken op de app. Ik heb filmpjes gestuurd. Hier, kijk, 1950. Kijk hoe mooi. Gewoon de achterkant nog. Ja, netjes. Oh, dan gaan we hier gewoon even zoeken. En, ja, je ziet Juliana wel, alleen de voorkant. Ja, moet je even schoonmaken. Ja. Of niet dan? Die paden zijn toch wel goed hoor, in plaats van die grasvelden. Ja. Er is niks in het grasveld. En ik heb hier in het begin, hak iets, dat ding, nou, jij mag noemen wat dit is. Het is brons. Het is brons. Zo'n perfect signaaltje. Ja, het is wel ergens van, het voor mij best wel. Ja, misschien moeten we die paden gewoon pakken inderdaad, deze. Ja, hè? Ja, want dat, als mensen hier iets uit verliezen, dan is het zo weg natuurlijk. Duit, ik zie het. Echt? Ja. Maar je ziet er wat op staan, maar ik weet niet wat. Moet voorzichtig eraf halen, denk ik. Ja, dat is een duit, ja. Maar het is wel heel oud, hoor. Nee. Ik ga even erbij liggen. Even lekker bij liggen. John heeft een duit gevonden. Mijn eerste. De eerste? Ja. Ja, het is het wel. Ja, man. Het moet iets van een duit zijn. We moeten kijken als we hem schoon krijgen. Dus. Ja. Voor mij is het iets van een duitje, denk ik. Ja. Ik zie wat staan, maar... Oeh, dat is sowieso een hele oude. Het ligt er wel. Kijk, in het pad zoeken die andere metalen detectors gewoon niet. Blijkbaar niet, nee. Ik had ook wat. Lekker dan. Even een live dikje. Kom maar. Zo, dan hou ik hem even vast. Hoop op het leuks. Kogelpunt. Kogeltje. Kijk eens, nog mooi ook. 9 mm of zoiets. Gewoon live, joh. Dat is een live... Hoppa, live pakketje. Een live dik. Lekker dan. Ja, die is netjes. Hij is wel afgeschoten, maar nooit aangekomen. 1943, okay. Kijk hier. Lekker dat zonnetje. Kijk, ik hou hem vast. Voorkantje. Ja, dat is wel echt mooi nog. Net op achterkantje, dit is een knapperd. Zo. Loopt die godverdomme op mijn pad, hè, die lul. Ik werd hier heen gelokt, maar... Zo. Oh, nee. Ik vind dat ik hem verdien. Ja, je mag hem hebben van mij. Ik heb hem laatst ook gevonden namelijk, vorige week. Ja? Ja, met David. Nou, gast. Ja? Ja, hier. Een zilveren. Nee, nee, dubbeltje alleen, denk ik. Ja, zilver. Kijk maar, jullie, Zo, we hebben een... Juliana, zilvermaat. Oh. En helemaal mooi. Juliana? Uit 19. Dat is gewoon een guldencent. 51. Ja. Tata! Kijk, dit is volgens mij van een weegschaalmeter. Die heb ik al een keer eerder gevonden. Ziet er goed uit. We zijn lekker bij, zeg. Ja. Die is wel geschoten, de lijnen zitten erin. Ja, de lijnen zitten erin. Wel een kleintje. Heel kleine. Wel leuk. Leuk en lief. Luchtbugs? Nee, dat is geen luchtbugs toch? Luchtbugs laat niet zulke lijn achter. Maar. Oh. En? Ik doe het even wat hier. In de bella. Een leeuwencent. Nee, knappe 28. Oh ja. Hele knappe. Die is wel echt goed. Alleen een deukje hier. Nou en. Mooi signaal. Dat past ook goed. Hè? Een hulsje. Ja. Een hulsje. Hulsje! Ah!
Ja, ik heb iets. Ja, het moet wel gezien. Heel oud zijn. Het is een ja, gat maar. Oh, wat een mooi hulsje. Hij is een beetje stuk. Ik weet wat jij net hebt gevonden. Wat zeg je allemaal? Je hebt toch de onderkant van iets? Ja? Ik heb voor me nog een klein stukje erop zitten. Dit is een bakje, man, van iets. Ja, zoiets kan maar. Raar. Lekker. Ja, het is een muntje. Hebben wij weer een muntje? Maar het is niks bijzonders. 1 cent. Maakt niet uit. Alles wat we vinden is leuk. Het is een ownership. Ik ben op zoek naar John. Daar heb je hem. Wat had je? Het is een stukje van een mes. Een zakmes. Hij is nog wel mooi. Ja, ik heb net even mee schoongeklopt, maar er zit meer in. De rest van het ding zit erin. Ik weet niet, het zou best kunnen. Ja, dat toch ook zo'n stukje net? Ja. Ja, dat ding, daar ligt hij al. Kijk. Net zoals jou, maat. Het was een mes. Gewoon helemaal verroest op. Ja. Daar ga je billetjes van me. Dagelijker ga je billetjes van me. Dat stinkt, jongen. 5 cent, maar het is van 1 euro. 50 jaar. Ook weer heel mooi staat trouwens. Dat is echt fout. Doe je lekker aan het doen, man. Kijk. Hij ligt gewoon op de oppervlakte. Ligt hij gewoon daar? Hier. Is dit dan? Ja. Hij is een duppie. Ik ga hem opgraven voor jou. En 1948. Oh. Allee zeg. Allee. Dat is wel een oud. Maar kijk eens aan de achterkant. Ik heb nog nooit zo op de achterkant gezien. Wat is dat voor achterhoofd? Dat is Wilhelmina voor mij, of niet? Is dat ook Juliane? Mag haar niet, hè? Weet je dat? Wilhelmina, maat. Oh. Dat zijn goeie. Die zijn leuk. Hij is 1948. Ja. Oh nee, zeg jij, zei ik nooit 1948. Oh, wat erg sta je. Ze gaan de liefde bedrijven. Lekker de liefde bedrijven. Ze gaan de liefde bedrijven. In een lekkere potje. Als jij niet ophoudt, dan ga ik zometeen bij jou ook. Maar, de liefde bedrijf. Oh, dat heb ik altijd al gewild. Dat is mijn stoutste droom. Hier ligt wat. Nee. Ja. Brian gaat nu even opgraven wat hij denkt gevonden te hebben. Daar komt hij. En het is. Ik wil graag een trommel horen. Heroin. Oh, wauw. Die heb je altijd al willen hebben, hè? Nou, op je kwartet. Wat een mooi exemplaar. Dat is om met je vinger heen te doen. Dat is een hele oude ring. Als je dan ten huwelijk werd gevraagd door Martin Blackmore. Brian had gezegd net, als hij een munt vindt, de eerstvolgende klimt hij in een boom. Nou, die cirkel, die vindt nu dus een 1 centje. Dan gaan we even op spugen, want het glijdt en moet het. Ja. Er is een leeuwenzin, er zit een leeuw weer. Ja. Gaat er weer gelijk. Lekker. Jij gaat de boom in klimmen, kut. Ja, kutboom. Jij gaat de kutboom in klimmen. Mm. Welke boom? Het 50 gat achter elkaar een muntje. Maar het is ook maar een simpel centje. Het is niks bijzonders. Nou in. You're my lover, still baby. Dat is het rode lampje aan, hè?
Dan heb je van die dagen dat je gezellig aan het zoeken bent. Echt met je maat, die belt je op, die zegt kom, we gaan naar zo'n mooi bos. Kijk, mooi bos. Ook wat leuke vondsten gehad natuurlijk, het ziet er leuk uit. Maar dan heb je één probleem, ben je je maat kwijt. Waar zoek je hem? Wat te gek of niet dan? Zit hij te kijken als hij wat in die takken kan vinden? Nou, het is... Hij had een signaaltje ontvangen, dus hij ging gewoon zoeken. Hij zei, ik moet het gewoon. Hier zit wat. Mooier dan dit. Wat zei je? Wat zei je nou precies? Hé, hey, het is een vergeet me niet elfje. Met zijn Gerrit tasje. Heeft u nou gevonden wat er in de boom lag? Ja, een klokhuis of een uiltje. Oké. Okay. Blijf dik. Wat moet ik voor liggen? Moet ik jouw schepje even meenemen? Ja, is goed. Wat heb je gevonden? Ah, toch nog die kutmakker. Ja. Die kutmakker. Hij blijft maar terugkomen. Oh, kill hem. Zo, dit zijn onze gefibreerde vondsten. Troepjes, kogeltjes, dingetjes, troepjes. En nog het mesje en de muntjes van J-H-N. Kijk, Tess. Niet zo kinderachtig zijn om het nummer te bellen. Of misschien wel, dat we hem hebben gevonden natuurlijk. Ja, doe maar even iemand. Bel het nummer even op als je wil. Zo. Nou ja.